de nachtzoen. Heel intens leeft ze. Als haar werk het van haar vraagt, ook tot in de kleine uurtjes. En dan hervindt ze zich met gebalde vuisten in haar bed, vol adrenaline. Dan is de nacht een vijand. Als theaterdier speelt ze veel over onvoorwaardelijke liefde, over wat ons troosten kan. Deze nachtzoen krijgen we van Hanneke Scholte. Is de nacht je vriend of je vijand? Eerder mijn vijand, denk ik eigenlijk. Vertel. Ja. Jeetje, ik... Ja, als ik eenmaal slaap, dan vind ik het prima. Maar het duurt bij mij heel lang voordat ik in slaap val. Dus in dat opzicht is het de vijand. Ik stel ook naar bed gaan en in bed gaan liggen en dat soort dingen uit. Weet je ook waarom? Ja, als ik eenmaal lig, zal ik maar zeggen, dan ga ik heel erg... Ben ik geneigd naar piekeren. Piekeren. Dus dan... Ja, als ik, dan gaat alles sneller. En als ik eruit ga en dingen doe of blijf wakker blijf, dan valt het niet zo op, heb ik nergens last van. En als ik eenmaal in bed lig, dan kan ik niks meer eraan doen, van mijn gevoel. Dus dan ga ik maar lezen. Net zolang totdat ik in slaap val. Dus eerder de vijand dan een vriend, ja. Is het omdat je je moeilijk over kan geven? Ja. Ja. Had ik nog niet zo bij stilgestaan, maar dat is het denk ik. Ik slaap ook vaak zo. Met gebalde... Niet altijd, hè? Alleen als ik heel druk ben. En ik heb dan ook heel vaak geen ritme. Dus dan werk ik de ene keer overdag en de andere keer weer 's nachts. En daardoor, omdat ik geen ritme heb, is het sowieso niet altijd makkelijk om in slaap te komen. En dan als ik lig, dan, ik weet niet, dan moet ik alles nog een keer bedenken en overdenken. En dan soms lig ik dus zo, ja. Best wel heftig eigenlijk. Ja, stel dat je dit leven vrijwillig hebt gekozen, hè? Met alles... Zelf. Je DNA en je rugzakje en je familie en je talent. Ja. Wat wilde je dan leren? Geven. Onvoorwaardelijk. Ja, onvoorwaardelijkheid. Dat hoop ik. Kan je dat al? Nee. Ga je dat kunnen? Ik hoop het. Misschien kun je wel oefenen met de nacht dat je je helemaal geeft aan het slapen. Aan het slapen. Ja, misschien wel. Misschien is dat wel goed om te proberen. Ja.